Ik ben Grietje Allaert en werk bij Randstad RiseSmart als National Advisor en Diversity Expert, waarbij mijn expertise dan vooral gaat rond de tewerkstelling van anderstaligen en taal- en jobcoaching. Wat mij bijblijft is dat we het vooral over taal gehad hebben en hoe taal belangrijk is, maar ook welke initiatieven er allemaal al ondernomen worden. En als ik me niet vergis, heb ik ook wel in het publiek een aantal Oekraïners zien knikken en zien beamen dat wat gezegd werd, dat dat echt wel van tel is. Dus ik merkte echt wel een positieve vibe, dat iedereen wel zin heeft. We zien het als belemmering soms, het ontbreken van de Nederlandse taalkennis, maar ik merkte toch ook een grote of veel goesting om daar verder mee aan de slag te gaan en nog veel meer dingen uit te proberen en daar verder in te gaan. Wat volgens mij de sleutel is voor Oekraïners om aan de slag te kunnen in Vlaanderen, is enerzijds die taalverwerving. Daarbij ook zelf actie ondernemen en dus eigenlijk het aanbod bekijken dat er is. Niet enkel online, maar zeker ook live. Want een tweede sleutel is zeker hun netwerk. Hun netwerk uitbreiden, daarbij betrekken. En dan zie je dat mensen eigenlijk, vanaf dat ze die taal ook een beetje effectief kunnen gaan benutten, dat hun netwerk uitbreidt en dat ze via dat netwerk ook vaak sneller aan het werk kunnen. Als we kijken naar best practices bij Randstad RiseSmart, dan zie je vooral dat je enerzijds die Oekraïense werkzoekenden hebt die al het mogelijke doen om die taal te verwerven. Maar anderzijds heb je ook de werkgever waar een belangrijke rol is weggelegd voor het team waar dat die werkzoekende of die nieuwe werknemer dan terechtkomt. Dus het gaat eigenlijk hand in hand. Als je beide zover kan krijgen om de nodige inspanningen te doen en daar een stuk verantwoordelijkheid in te nemen, dan raak je veel verder. Dan kan je tot een duurzame tewerkstelling komen. Een grote tip die ik zou willen geven is: geef niet op en breid vooral ook je netwerk uit. Aarzel niet om, als je nog niet veel Nederlands kan, om toch het gesprek aan te gaan. Is dat aan de schoolpoort? Is dat ergens op café? Oefen dat uit en breid je netwerk uit. En dan kan je belangrijke stappen zetten richting een mooie job.